Welkom bij Hadi Misha. Misha Mara en haar gasten bij Ment. Hadi Misha 2.0, jazeker. We zijn weer van de partij en we hebben vandaag weer twee gasten. Aan de ene kant Elisa en aan de andere kant Phil Kevin. Jullie zijn een koppel, dus Elisa en Phil Kevin. Alle twee Kevintjes. Ja. Ik heb het glaasje vast en ik wil drinken op jullie gezondheid en op het feit dat jullie hier zijn. Proost, want ja, op café kunnen we nu niet gaan, dus je moet het in de studio doen. Proost. Hè? Gezondheid. Lekker. Ja, het is goede champagne. Ja, absoluut. Dat klopt. Ja, normaal gezien begin ik altijd met één van beiden, want anders wordt het zo verwarrend en vermis dat jij de oudste bent. Begin ik met jou. Phil, wij kennen elkaar natuurlijk al heel lang. Absoluut. Ik weet ook heel veel van jou. Ja. Maar ik veronderstel dat onze kijkers niet alles weten. Dus ik zou jou willen vragen, we gaan jouw DNA een keer ontleden. Ja. Vertel aan de kijkers een keer in welk soort gezin ben jij geboren, waar? Ik ben enig kind. Oh. Geweldig, fantastisch. Maar, heel belangrijk, enig kind. Maar opgegroeid in de omstandigheden van enig kind te zijn, maar niet het bedorven ventje. Ah, nee? Dus, nee, want je ziet ondertussen een foto met jouw ouders. Ja, hij is nu weg. We zagen een foto met jouw ouders. Je bent niet verwend, maar jouw ouders hebben jou toch wel de vrijheid gegeven om te doen wat je wilde. Jawel, de maximale ondersteuning. Ja. En ik heb de ervaring mogen hebben hoe belangrijk dat ook is, hè. Ja. Zeker als je, zoals ik, in die artistieke sector terecht wil komen. Ik heb altijd gedanst. Ik was 5 jaar toen ik tegen mijn mama en mijn papa zei, ik wil gaan dansen. En dan ben ik naar de balletschool gegaan. Moet u voorstellen. Ja, niet normaal. Dat is niet vanzelfsprekend. Niet vanzelfsprekend. Ik weet, mijn papa die werd gek van het feit dat ik geen interesse had in een voetbal. Hè. Dus, want hij wel. Hij wel. Goh, hij wel, maar ik denk dat een beetje aan de tijd toen ook lag. En een papa die een zoon krijgt, die denkt van, ja, dat gaat een voetballer worden. Ja. Dat was voor de hand liggend. Maar als zo'n lief dan zegt van, ik ga dansen. Ik ga ballet doen. Ik denk dat hij met mij naar de dokter is gegaan om gaan te zien of het allemaal wel oké zat. Waarom shot hij niet tegen een bal? Ja, maar daaraan ziet het. Dus het kruipt waar dat het moet kruipen. Wat deed jouw vader? Wat was zijn beroep? Mijn papa is die heeft heel lang zelfstandige activiteit gedaan. Die heeft een heel groot deel zat hij in verkoop van een krant ook. Hè. Dus publiciteit. Publiciteit, een manager van een krant. Ja. We zien ondertussen nog een foto van jou. Ik denk dat je 2 jaar of anderhalf bent of zoiets daar. Ja, zoiets. Dus jouw vader werkte als verkoper voor de krant. En wat deed jouw mama? Mijn mama is heel lang huisvrouw geweest. Zij zijn dan op een bepaald moment ook zelfstandige geworden. Samen? Samen. Ja. Zijn een winkel begonnen in Truiden. Ja. En ik weet goed, ik was op dat moment, was ik meer dan die leeftijd uiteraard. Hè. Dus ik was, denk ik, 8, 9, 10 jaar. Dat zijn die jaren geweest. Ja. Ik stond mee de buggies te verkopen. Hè. Dus de charrettekes te verkopen. Dus dat interesseerde jou ook wel. Jawel. Daar heb je de tetter geleerd. Absoluut. De foto die we nu zien is waarschijnlijk jouw eerste communie. Ja, dat is mijn eerste communie. Ja, blond manneken. Hè. Ja, mijn zoon, hè. Helemaal. Ja, dat zei je daar straks, dat jouw zoon helemaal op jou gelijkt. Absoluut. Ik merk dat het meest op foto's van mij. En als ik dat dan vergelijk, jawel. Ja. Ik ben daar heel blij van. Het is onze zoon. Maar, en hij heeft van de moeder trekken ook. Hè. Dus de mond wel en zo. Maar dat gelukkig, algemene. Ja, ik was het al aan het denken. Jawel. Tuurlijk, absoluut. Maar misschien heel veel van het karakter van de mama. En dan ben ik ook al heel content. Ook al. En het verstand van de mama. Ook al. Dat is het wezen. Hè. De kindjes krijgen eigenlijk hoofdzakelijk is verstand mee van de mama. En daar ben ik heel blij om. Daar ben ik heel trots op. Nee, dat is zo. Niet dat ik dom ben, maar ik bedoel, dat is gewoon zo. Van de mama zijn we ook altijd zeker. Van dat de papa kan je soms een twijfel hebben. Ja. Ik heb geen twijfel. Ja, spiegelbeeld eigenlijk. Ja. Phil, nog even terug naar de jonge jaren. Ja. Je zei van op je 5e wilde jij dansen. Je bent naar de balletschool gegaan, bij Jean Brabants nog.
later. Hè. Dus ja, ja, maar heb, ja, we zijn ondertussen ook al later dan 5 jaar. Hè? Ja. En dan op een bepaald moment... Ik ben heel lang hobbyschool blijven doen. Daar heb ik dan ook Elisa... Hobbyschool? Als hobbyschool, naar de dansschool als hobby. Hè. Ah, ja, ja. Een grote hobby. Okay. En dat is uitgegroeid naar oké, ik wilde daar mijn beroep van maken. Dus dan maar heb jij... Balletschool Antwerpen, ja. Ja, maar heb jij nog iets... Je bent daar naartoe gegaan, intern? Ja. Jawel, je bent... Want iedereen gaat daar op internaat, hè? Ja. Min of meer, toch? Vooral als je van Sint-Truiden... Ik was al op een iets latere leeftijd. Ja. Ik ben daar eigenlijk aanvaard in die school met restricties. Dus ik was ook te klein eigenlijk als balletdanser, moet je voorstellen. Men heeft om echt balletdanser te worden met het Ballet van Vlaanderen... Ja, ja. Een job kunnen te krijgen. Dan word je van jongs af aan gekweekt, maar word je ook gemeten. En alles is heel belangrijk. En gewogen? Gewogen, men weet, ja. Dat is wat anders geworden, maar toen niet. Toen was dat niet het probleem. Maar mijn grootte was wel een probleem, want als die op de points gaan staan, worden die nog een stuk hoger. Ja. En het is niet de bedoeling dat die groter zijn dan de mannen. En je zegt met restricties, dus... Ik ben daar gaan studeren, ik heb die opleiding mogen doen, maar er was ineens ook via... Ik heb de tijd nog echt meegemaakt met Jeanne Brabants en haar zussen. Daar was meteen de afspraak gemaakt dat ik ook ging doorgaan studeren naar pedagogie om les gaan te geven. In Medelinière. Ah, ja, ja. En dat is de lijn. Emé heeft dat gedaan met daar. Ik ken die natuurlijk ook al. Goed, we gaan zo dadelijk natuurlijk gaan bespreken hoe je dan uiteindelijk bent beginnen zingen. Daar gaan we dadelijk naartoe. Maar we gaan eerst jouw hele grote eerste hit draaien. Het is wel in een nieuwe versie, want de oude beelden hebben we niet. Kom aan en doe het. Kom aan
en Doe Het, dat is Phil Kevin. Want hij is vandaag onze gast samen met zijn lieftallige echtgenote Elisa. En terug in de studio met Elisa en met Phil Kevin. Jouw lieftallige echtgenote hier bij ons aan. Wij zijn wel niet getrouwd, hè? En moet dat dan? Wat? Ik heb al zo'n paar hintjes af en toe gegeven, maar... Oh, mijn madame, ja, ze zou... Ja. Zou je graag trouwen? Ik zou dat wel graag doen, ja. En waarom jij niet? Oh, ik heb altijd van vroeger gezegd, trouwen en kinderen is niks voor mij. En kinderen... 50%, kind, 50%, ja, 50% is echt er al uitgekomen, hè? Ja, en ik heb daar geen spijt van. Integendeel, ik ben supergek op mijn zoon, uiteraard. Ja. Het mooiste wat je ooit kan denk ik, in je leven hebben. Dus het tweede mooiste is trouwen met de moeder van jouw zoon. Wie weet, zoon, ja, ja. We hebben ondertussen, terwijl je praat, hebben we een foto gezien van kleine Elisa. Ja. Dat is niet jouw echte naam, want ik betrap jou erop dat je haar af en toe... Christina noemt. Ja, dat is jouw echte naam. Christine. Maar dat maakt niet uit, hè. Elisa is het op het podium en in de business. Ja. Hè? We zagen net een foto van jou met jouw ouders. Ja. Hoe zit het met jou? Ben jij ook geboren in Limburg? Of, hoe zit ik ben het? Ook van Sint-Truiden, dus dat hebben we sowieso al gemeen. Ja. Ik ben geen enig kind. Ik heb nog een broer, anderhalf jaar jonger dan mij. Dus je bent de oudste? Ik ben de oudste. Je bent wel een stuk jonger dan Phil, hè? 5 jaar. Oh. Ja, dus. Dat valt nog mee. Ja, nu wel. Maar als kind moet je weten... Allee, ik ging naar de dansschool. Ik was 10 jaar, was hij al 15 jaar bijvoorbeeld. Ja. Dus en jij zat op die dansschool? Ja. Ik ben eerder begonnen op een andere dansschool. Maar dan zijn we samen gekomen. En ik heb eigenlijk in het begin... Dat is heel grappig. Ik heb in het begin veel meer contact met de mama gehad dan met de dochter. Hè. Dus ik heb de relatie uitgebouwd met de mama. En uiteindelijk de dochter mee opgelopen. Mee ingepakt. Ja, natuurlijk. Maar ik heb eigenlijk lang moeten zeuren thuis. Mama, ik wil gaan dansen. Papa, ik wil gaan dansen. Uiteindelijk mocht ik toch. Had ik dat nooit gemogen, dan was mijn leven helemaal anders geweest. Ja, hè? Natuurlijk. Dus je was 10 jaar en ben je naar de dansschool gegaan. Ja. Wat heb je daarnaast nog gestudeerd? Want ik vermoed niet gewoon, dat... Gewoon, ik was een heel eenvoudig meisje. Gewoon de school gedaan, gewoon middelbaar gedaan. Maar het dansen bleef kriebel en ik wou echt daar iets mee gaan doen en ik wou gaan lesgeven. Dus heb ik dan de stappen ondernomen om dat allemaal kunnen gaan te doen. Dus dan heb jij les gevolgd om te mogen lesgeven? Ja. Want je moet daar een speciaal diploma voor hebben. Dan die 5 jaar verschil is ook net eigenlijk heel passelijk geweest. Hè? Dus toen zij eigenlijk op het einde van die studie zat... zat ik 5 jaar verder al in mijn leven. Ja. En had ik al mijn carrière gehad met Kom aan en Doe Het. Ja, ja. En dan heb ik die keuze gemaakt om een dansschool te beginnen. Ik heb natuurlijk zeer close met jou samengewerkt... in die periode van Kom aan en Doe Het. En ik heb jou nooit gezien. Ik heb jou toen niet gezien, dus ze was nog niet in jouw leven toen. Tenminste, emotioneel niet... Er is een periode geweest dat ik weg was uit die hobbydansschool. Mijn opleiding heb gedaan. Dat is een periode dat we elkaar eigenlijk amper hebben tegengekomen. Ik ben dan beginnen in de uitloop van na het 10 om te zien verhaal... waar dat al een verandering begon te komen. We hebben allemaal meegemaakt. 4, 5 jaren topjaren gehad. En dan voelde je die verandering komen. Dan werd het duidelijk, Vlaanderen is klein. En ik heb dan mijn keuze gemaakt van te zeggen... Oké, ik grijp terug naar dat dansgebeuren. En op dat moment, toen ik naar dat dansgebeuren greep... is Christine terug... Is Elisa terug... Nee, jij was terug, mijn mama tegengekomen ik in was de haar stad. Mama tegengekomen. En je zei, ik ga starten met een dansschool. Hier is het flyertje. Hè. Ja. Dat is misschien iets voor Christine. En dat kwam als een godsgeschenk. Want uiteindelijk, wij kenden elkaar. Ik kende de familie. Jij kende hem en zijn familie. Dus... Ik ga eens langs, ik ga eens goeiedag zeggen, want het is al heel lang geleden dat we elkaar nog gezien hebben. En ik ben blijven plakken. Hè. Maar zijn jullie toen meteen al een koppel geworden? Nee. Ik had op dat moment een relatie met iemand anders. Oh. En... Oh. En dat is ook zo'n beetje het punt van... Je ziet daaraan dat de dingen moeten gaan zoals ze gaan. Ik heb een karakter, madame. Hè. Ja? Ja, zij heeft daar... Ik heb mijn tijd afgewacht. Tijd afgewacht. Jij was al direct... verkocht. Goh, niet dadelijk in het begin, maar toch, het heeft toch niet zo lang geduurd. Oké. Ja, vrouwen, hè? Ja, dat is zo. Ik merk dat vrouwen daar anders aan zijn. Dat geduld, die plaatsing. En ik denk dat ze heel goed wist dat dat meisje waarschijnlijk niet degene was. Die was ook een stuk jonger dan mij. Oké, goed. Ja. En relaties in die tijd, ik kwam uit de periode... Dan een zanger, die vrijden niet, hè? Die hadden geen lieven. En dat was allemaal veel moeilijker voor dat. Van het te kunnen plaatsen naar buiten toe. Anderzijds ook van
de echte hebben, de echte tegenkomen. Is het voor de persoon als artiest? De bekende. Of het, dus ja. Daar lag een punt. En dat kwam dan als een sterk punt. En die relatie die brak en dan was... Was zij daar om jou te troosten? Om voilà. Op te vangen. En dat voilà. Is gekomen tot een relatie. Zo. Ja, maar ja, het moet ergens beginnen. En hoe het begint, mooi. Dat mooi. Weet je niet. Nog even terug naar de tijd van 10 om te zien. Ja. Ik herinner mij nog dat ik jou de eerste keer zag met dat geblondeerd koppelje met krulletjes. En dat er toen in de showbusiness werd gezegd, als er weer een van... Dat is weer een homo. Ja, van, er is heel veel, dat moet je zeggen zoals het, heel veel gespeculeerd op het feit, dat maakt geen enkel verschil, laat ik dat even zeggen, heel duidelijk zeggen. Ja, absoluut. Maar dat iedereen dacht, oh ja, veel die valt op mannen. Ja, ik denk als er iemand in de showbiz rondliep, dan was dat wel zo dat ze dat van mij gingen denken. Maar ik heb nooit de ambitie gehad om gaan zeggen, nu moet ik mij daar tegen keren en dat gaan afweren. Nee, best is wat je, ja, ik bedoel, want het maakt waarom? Eigenlijk niet maakt uit. Niet hè? Uit. Nee. Ik vond dat ook een open punt. Ik kwam ook uit een heel open wereld. Ik kwam uit de danswereld. Dus enerzijds de danswereld die mij vormde naar blonde krullen. Dus ja, en ook een andere manier van bewegen natuurlijk. Ja, een man die danst en zeker balletdans heeft een andere... Ik heb in het begin daar heel hard aan moeten werken om dat eruit te halen. Weg te laten. Ah, ja. Nu zit dat nog wel bepaalde dingen. Als je mij tegenover een doorsnee stoerdere man gaat plaatsen, dan krijg je de verschillen te zien. Ja. Dat kan niet anders. Ja, maar ik heb er wel heel hard aan gewerkt om daar iets mee te doen, om wat veel te passen. Maar in die jaren, ik was jong, ik was 19, ik kwam echt van school. Ik heb nog net mijn school moeten verder afmaken. Dus ik was ook nog groen achter mijn oren bepaalde dingen betrof. Dus maar nu niet meer. Dus we gaan nu eerst weer eens een nummer draaien dat jullie samen hebben gemaakt. Want ja, jullie zijn wel samen begonnen aan de dansschool. Jullie hebben heel veel samen opgetreden. En nu is er dan na zoveel jaren ook muziek samen. En we hebben een eerste liedje van jullie samen geprogrammeerd. En dat is Ik ben gelukkig met jou. Met jou. Ik laat je nooit meer gaan. Ik blijf bij jou voortaan. Ik wil met jou door het leven gaan. Ik ben gelukkig met jou. Ja, gelukkig met jou. Ik laat je nooit meer gaan. Ik wil met jou door het leven gaan. Ja, gelukkig met jou.
bij jou voortaan. Ik wil met jou door het leven gaan. Ik ben gelukkig met jou. Ja, ja, gelukkig met jou. Ik laat je nooit meer gaan. Ik wil met jou door het leven gaan. Ik laat je nooit meer gaan. Ik wil met jou door. Ik ben gelukkig met jou. Dat zijn Elise en Phil Kevin. Zij zijn nog alle twee bij ons in de studio. Er is nog niemand afgebold. Dus ze zijn hier graag. Ik ga ervan uit. Absoluut, ja. Ja. Phil, je hebt gezegd, 10 om te zien, de periode na 10 om te zien, Blankenbergen, de Zeedijk, 20.000 mensen die kom aan en doe het met jou meezongen. Dat danske ook, want je had daar zo'n speciaal danske bij dat iedereen al waarschijnlijk kent. En dan ging het wat minder? Er werden minder optredens? Minder, eigenlijk niet echt minder dat. Ik heb daar 4, 5 jaar in meegedraaid. De periode dat ik met jullie heb samengewerkt zijn gouden tijden geweest. Ik blijf ook altijd beweren. We zien ondertussen een foto van jou op het podium. Ja, dat zijn. Ik weet dat Guy destijds, oh god, ik had geen ervaring om te werken met orkesten. Door jullie ben ik gaan werken met orkesten. Hè. Dus dat zijn dingen, dat zijn ervaringen. Ik blijf ook altijd beweren, ik ben nu nog steeds wie ik ben, en ook als artiest wie ik ben, door die samenwerking, die perfecte begeleiding. Ja, je kreeg meer mogelijkheden. Hè? Dat maakt maar ook. We zien nu een foto. Even zeggen, dus dat was één van onze clubjes. Ja. Vooraan is Luc Steno. Ja. Dan zit ik nogal uitbundig met mijn mond open. Daarnaast zit jij en daarnaast zit Guy Beyers. Onze toenmalige manager, mijn partner toen. Ja. En dus dat zijn de periodes van de grote sier. Hè? Want het was alle dagen feest, hè? Laten we zo maar zeggen. Je hebt daar heel veel verhalen over gehoord. Ja, en die zijn allemaal waar. Maar dat was ook net het belangrijke. Ik denk dat Luc hetzelfde zal zeggen. Luc is nu wie Luc is en ik ben wie ik ben door die goede begeleiding. Want je kan ook totaal verkeerd begeleid zijn in je succesperiode. Ja. En dan loopt het misschien heel anders. Als je ziet, wij zijn nog steeds actief, nog steeds bezig. Jij hebt natuurlijk op een bepaald moment, heb jij zelf beslist, jij had die opleiding als natuurlijk, danser. Ik voelde en jij aan. Had gezegd, ik moet iets doen voor de toekomst. Want alleen maar plaatjes maken en daarvan moeten leven is misschien is niet haalbaar. Evidentie. Ja, en dan heb jij gezegd, ik ga een school beginnen, waar jij dan op de proppen kwam. Want dat was dan al redelijk snel. In 1993, een dansvereniging opgericht waar ik mijn naam. Want dat is het, hè. Ik ben die dansschool begonnen. Het is te zeggen, ik ben de creator daarvan. Ik heb die vereniging is opgericht geweest en ik heb me daaraan verbonden met mijn naam. Ook een beetje de naam die ik dan had, gaan uitspelen, gaan verzilveren eigenlijk. Zekerlijk, en dat is een gouden keuze, want dat loopt nog steeds. Ja. Hè? Dus maar Elisa is daar nog steeds actief als lesgeefster. Jij geeft nog altijd les? Jij geeft nog steeds les, Jij niet meer, hè? Ik hou mij bezig met de regelingen er rond. Sinds ik terug opnieuw beginnen zingen ben, deel 2, de 2.0, de carrière 2.0 eigenlijk, ben ik gaan zeggen, oké, ik hou het lesgeven een beetje voor bekeken, omdat ik ook heel veel buitenlandse opdrachten daarbij neem. En dat maar niet te moeilijk. Snel, niet te snel. We zijn begonnen met de dansschool, want je moet het een beetje systematisch doen, want anders kunnen we niet meer volgen en de mensen thuis ook niet. Dan zijn jullie met die dansschool begonnen. Jullie zijn ook beginnen optreden met een groep. We zien hier een foto. Een showballet. Ja. Zong jij dan of was jij alleen danser? Ik was hoofdzakelijk danser. Wij dansten daar beide in. Dat was een show met pluimen en een Las Vegas show. En goocheltrucs. En goocheltrucs, illusietrucs. Ja. Die deden wij dan samen, die illusietrucs. En waar traden jullie dan op? Overal. Wij hadden een team. Wij werkten met twee camions waar dat heel materiaal in vervoerd werd. Was vrij. Alleen hier of ook nee, in het buitenland? Nee, zelfs in het buitenland. Binnenlux hoofdzakelijk wel, maar dat was een aardige show die aardig liep. En dan heb je, voor zover ik kan zien in wat ik gevonden heb van jullie, dan zijn jullie op de kar van Zumba gesprongen. Op een bepaald moment kwam Zumba op ons pad. Ja. We hebben dat. Het is eigenlijk zo dat we vanuit de dansschool, we zijn op een bepaald moment op Dominicaanse Republiek op vakantie gegaan. Okay. En in dat hotel kwamen wij iemand tegen, een manager. En wij dachten van, ik ken die van ergens, ik ken die, dat is een Vlaming. En dat bleek dat ook zo te zijn. Dat was iemand die nog bij de Rijkswacht was op het moment van de 10 op de 10 periode. Die had dat nog meegemaakt daar in Blankenberg. Die had mij nog ooit begeleid als Rijkswachter bij 10 op de 10. Ja. En daaraan zie je, de wereld is klein, ik kom die man daar tegen. En die introduceert ons daar in het hotel en die vond dat geweldig dat wij konden
Dus wat wij gaan beginnen doen zijn, is eigenlijk in het hotel op alle vakantiemomenten, je had het animatieteam en je had het dansteam. Ja. Maar het dansteam in high season, met alle vakantiemomenten, gingen die in een circulatie van elke dag een nieuwe show. En dan moesten die overdag repeteren. Dus dan konden die de dansdelen niet doen aan het strand en aan het zwembad en zo. En wij zijn dat dan gaan invullen als freelancers. Zijn jullie dan beide? Doen beide. Ja. En dan kwam ons Gods geschenk met Zumba. Dat was gewoon geweldig. Aqua Zumba, de gewone Zumba, noem maar op. Dus wij travelden constant heen. Kevin Zumba, ja. Dus jullie gingen constant naar de Dominicaanse om... Mexico, Cuba, al heel het Caraïbisch gebied. En we hebben dan 11 jaar lang half op Dominicaanse Republiek gewoond en half in België. Wat een avontuur. Ja, ons hart lag daar echt wel, hè? Daar lag ons hart, ja. We gaan... Absoluut. Muziek draaien en daarna praten we verder. Wat hebben we nu? Ah ja, Joe. Misschien toch even zeggen wie Joe is? Ja, we hebben ondertussen, dus dat ik hier de 2.0 carrière terug begonnen ben... ben ik in het team gegaan met Jean-Pierre Kerkhoffs en Wendy Joes. Dat zijn de mensen waar wij vast mee staan. We zijn trouwe hondjes, hè? We zijn trouwe beesten. Als we met iemand gaan werken, dan gaan we in de boot. Hè? Dus, en we zijn met die mensen in de boot gegaan. We zien trouwens een foto ondertussen in de studio van Jean-Pierre. Samen met Joe dan, met Wendy. Prachtige studio, zeer goed kwalitatief. Ja, ja. En Wendy is ook een beetje onze zangcoach en zo geworden. En doet dan de koortjes en dergelijke. Dus dat is een fantastische samenwerking. Wendy is ondertussen, sinds een paar maanden, solo-carrière begonnen. Wendy Joes is Joe geworden. Ja. En maakt fantastische nummers. Ik vind dat een beetje Rocky Poppy. Ik voel een clip komen. Absoluut, absoluut. Zeer goed, zeer mooi. Mijlenver, Joe. Die jij ook uitgaat, bewandel ik samen met jou.
was Joe met Mijlenver. En uiteraard zijn Elisa en Phil Kevin nog altijd bij mij in de studio. En zo dadelijk gaan we praten over hoe zij uiteindelijk dan via allerlei omzwervingen op cruises zijn terechtgekomen. De nieuwe Nicole en Hugo, zullen we maar zeggen, 2.0. Phil Kevin en zijn vrouw Elisa zijn nog altijd bij ons in de studio. En we waren daar net gekomen bij de Caraïben. Goh. Ja. Dus ik zou daar nooit meer weggaan. Maar jullie zijn dan toch weggegaan. Wij zijn weggegaan, ja. Waarom? Ja, maar waarom? Wij leven nog heel Caraïbisch eigenlijk. Hè. We hebben, onze zoon heeft ook Caraïbische trekjes. Hè. Ja, dat is een halve. Hij is daar gemaakt, hè? Ja, voilà. Ja. Ja, ja. Ja. Maar? Goh, wij zijn... Kijk, er was een kinderwens, hè. Sowieso. Ja. Hè. Dus er was een kinderwens. En dan is dat kindje daar en dan geef je niet graag op wat je hebt uitgebouwd. Want als je 11 jaar lang op teenslippers hebt geleefd en onder een palmboom en de zon hebt gehad, die verslaving aan de zon, dat is ook zo voor ons nu nog steeds. Ja. Wij zijn verslaafd aan de zon. Als wij in België zijn, want wij wonen nu momenteel in Tenerife, basis uit, maar we zijn nog heel veel momenten nog wel in België. En als wij 3-4 weken in België zijn en het is grijs weer, dan hebben wij een probleem. Dan functioneren wij al meteen anders. Maar nu ben je al aan het zeggen waarom je naar Tenerife. We zijn altijd van de Caraïbe en de kinderwens. En de kinderwens, ja. Mijn madame had een kinderwens. Ja. En dat is er ook gekomen. En ik ben dat... Ik heb gewonnen. Ja. Weer. Jee. Volgens mij laat jij je eigen gemakkelijk overtuigen. Zeker als het gaat over een kind. Hè. Ja, daar kan ik niet van klagen, dat klopt. Nee. Maar vertel eens, jullie hebben dan uiteindelijk gezegd, we gaan een kind krijgen. Ja. Mm. Maar we gaan niet meer zoveel reizen dan, want je kan die baby toch meenemen. Ja, maar... Dat hebben we, in het begin, het eerste jaar hebben we dat wel gedaan, hè, maar dat werd een beetje moeilijk natuurlijk. Hè. Zo'n kindje, iedere keer dat uurverschil en zo. Het uurverschil was daar. Hè. Dus Caraïbe, uurverschil, 6 uur tijdsverschil. Is veel. Vliegen, dat kweek je aan. Want onze zoon die zet zich in het vliegtuig, maar die zet zich, maar die slaapt ook binnen de 5 minuten. Ja, hè? Dus die is dat gewoon als gekweekt. Maar het feit is dat we beseften ook van dat kind gaat op een bepaald moment naar school moeten. En dat wilden we dan ook weer niet, Dominicaanse Republiek. Nee. Educatief België, jawel, moeten we toch eerlijk toegeven. Dus hebben we daarvoor gekozen. Maar we misten dan wel de zon. En zo zijn we eigenlijk gaan zeggen van kijk, kunnen we niet wat we doen in de Caraïben kunnen we dat niet overplaatsen voor die hotels. Dichterbij. Dichterbij. Ja, en dan is Tenerife gekomen, want ik kende dan Tenerife. Ik ben daar destijds nog een maand of 9 gaan vrijen. Met de lief. Jawel. Okay. Dat weet hij internationaal. Dat weet zij allemaal. Ik weet alles. Ja. Ik wou het zeggen. Maar wij wisten dat niet. Nee, kijk, voilà. Dus ik kende Tenerife. De jaren van Ten Bell ging ik daar optreden en zo. Dus daar is naartoe gegaan en eigenlijk gaan zeggen van kijk, kunnen we dat niet? Want dat is 4 uur vliegen, maar 1 uur tijd. Verschil. Ja. En daar kwam dan de makkelijkheid. Dan zeggen we, oké, goed. En dat kunnen we heel vlot combineren. En wat deed je daar dan? Want je gaat ging je lesgeven of ging je optreden? Wat we deden voor de hotels, gingen we daar doen. Het Zumba gebeuren voor die hotels daar. Uiteindelijk zijn we daar in contact gekomen met mensen die daar een Belgisch café hadden. En zo ben ik daar eigenlijk terug de smaak gaan krijgen om gaan te zingen en gaan op te treden. Want ik kreeg dat deed aanbod. Je dus niet meer eigenlijk? Ik heb 20 jaar lang niet gezongen. Dus niets mee gedaan. En na 20 jaar kreeg ik daar het aanbod dat die mensen zeiden, als je dat hier toch komt doen, wil je dan bij ons in de zaal zingen? Zing het eens een liedje, zeggen ze dan. Ja, voilà. Ja, zo begint dat, hè. Ja, zingt u een kom aan en doe het eens. In mijn geval was het altijd wel dat. En zo is dat gekomen en dat was Café Rood bij Connie en Luc. En ik ben dat beginnen doen. En op een jaar tijd, Micha, niet te geloven, op een jaar tijd bouwde ik daar een terrein uit op vlak van zang. Volle terrassen. Dus verschillende zaken dan, niet alleen... Ja, dan waren er meerdere plaatsen waar waarschijnlijk niet alleen Vlamingen kwamen. Hè? Op sommige plaatsen krijg je een passage van Engelsen en dergelijke. Ja. En ik zing ook heel veel internationale taal. Dus dat kon. Maar ik heb daar op een jaar tijd kunnen uitbouwen dat ik de naam kreeg op het eiland. Als je wil volk hebben, goede sfeer, allemaal goed correct gedaan en gebracht en perfect van show, dan moet je zorgen dat je veel Kevin kan hebben. Right. Dus dat was het startschot. En dan zijn we gaan denken, oké, jongens, we houden ook rekening met onze leeftijd, ons Zumba gebeuren op dat moment. En Philippe Dazen is bijvoorbeeld iemand die daar absoluut van zal meespreken. Ja. Ik heb grote bewondering. Hij doet dat nu nog altijd. Steeds. Ja. Dat is fenomenaal om dat blijven vol te houden, want je lichaam lesgeven in Zumba... Maar Philippe is wel wat jonger dan is jij. Is iets jonger, denk ik. Waarschijnlijk maar voor mij kwam die leeftijd
leeftijd. En dan dacht ik van, oké, jongens, weet je, als wij gaven 20 uur Zumba op een week. En dat was succes. We hebben dat succesverhaal in België ook geïntroduceerd. Wij hadden lessen waar 100 en 120 mensen in stonden. We deden dat ook in duo. Hè? Dus als de ene bezig was, ging de andere oppeppen en vice versa. Jullie hadden daar eigenlijk een hele business in. Zowel België als internationaal. Ja. Wij travelden rond. Wij gingen naar Mexico om dat te doen en zo. Dat was fantastisch, maar dan hebben we dat willen doen in Tenerife. Dan dachten we van, nee, laat ons maar kiezen. Dat zingen deed zich terug aan. En zo ben ik dat gaan doen. Want dan was je toch weer... Dan, Zumba, laat ons zeggen, kan iedereen geven. Ja. Mm-hmm. Dan spreken als het goed gedaan is. Maar Phil Kevin zijn, er is er maar één. Hè? Dan heb je waarschijnlijk gedacht van mijn oude liefde roest niet. Ik heb ook mogen daar, en dat was vooral mijn overtuiging, ik heb daar mogen en kunnen ontplooien wat ik ervoor nooit zomaar heb kunnen doen met het zingen. Ja. Want ik merk ook, ik zeg altijd, mijn kom aan en doe het. Dat is mijn voordeel, maar het is ook mijn nadeel. Ja. Mijn voordeel is die hit, iedereen weet, als een organisator mij boekt en op dat affiche zet Phil Kevin, zal iedereen nog wel linken, de blonde krullen en kom aan en doe het. Maar mijn nadeel is ook dat ik in het vak ook vaak in een vakje zit. En dat mensen mij alleen maar daarvan kennen. En iedereen zit in een wie vakje. Wie nu naar een show komt kijken in Tenerife, die mensen zijn altijd verrast en zeggen van, dat wist ik niet dat jij dat deed en dat je dat kon en dat je dat zong. Ja. Dus die dingen. Ja. En dat is dan gaan leiden naar de cruises ook. Hè? Want ik had nog steeds mijn contacten. Absoluut. Eerst weer muziek. En we gaan weer eens luisteren naar een nummer van jullie samen. Ik ben je prooi. Goh. Na een dag van werken stappen wij samen in bad. Even nog de vraag van hoe heb jij het vandaag gehad? Dan een lange stilte als we flirten met elkaar. Tot de spanning stijgt naar jouw ondeugende gebaar. Langzaam glijdt mijn hand af en belandt zo op je kont. Dan sluit jij je ogen, ik ga bijna door de grond. Zonder veel geluiden bouwen wij zo aan een feest. Tot de climax daar is en we vrijen als een beest. En lieve schat, ik ben een prooi. Te vangen met liefde. Verover mijn lichaam en voel hoe ik jou verwen. Want schat, jij bent zo mooi. Verlang naar mij als ik naar jou. De bevrediging nabij. Stap jij plots het bad uit en je lacht wat tegen mij. Kan het niet geloven, deze droom is veel te kort. Maar lang zal het niet duren voor het weer een feestje wordt. Mijn lieve schat, ik ben je vloer. Te vangen met liefde. Schat, jij bent zo mooi. Verlang naar mij als ik naar jou. Beantwoord mijn liefde. Verblijf me, kom bij me. Omarm me, verwarm me. Voel hoe de hartstocht in ons speelt. Als ik je kus en jij. Mijn leven met je lichaam en je ziel. Daarom ben ik blij dat jij op deze jongen viel. Als ik iets mocht wensen in de zin van mijn bestaan, wens ik het gegeven dat je nooit van mij zult gaan. Mijn lieve schat, ik ben jouw droom. Te vangen met liefde. Verover mijn lichaam. Schat, jij bent zo mooi. Verlang naar mij
speelt als ik je kus en jij me streelt. Elisa en Phil Kevin, Ik ben je prooi. En dat was hun eerste single samen. Ja. Had jij zo noodzaak om te zingen, Elisa? Noodzaak niet. Het was eerder toeval geweest. Ja? Ja, hij was bezig met een full album, een nieuw full album. En hij wou graag een duetje daarop zetten. Hij had een mooi nummer gezien en... Hij dacht, ja, ik wil dat graag wel gaan doen en als extraatje op mijn nieuwe fullalbum gaan zetten. Maar hij wist niet goed met wie dat hij dat moest gaan zingen. Dus hij is een beetje beginnen nadenken en zo. En namen roepen? En ja, voilà. En ik heb niet veel gezegd daarop. Ik zeg, oh ja, ja en ja. En dan uiteindelijk zeg ik, ja, maar anders wil ik het ook wel eens proberen, hè. Ah ja, zegt hem, dat is misschien wel een leuk ideetje. En ja, voilà. Voilà. Het is en nu is er een nieuw. Het gaat over romantische en erotische badscènes. Ja. Dat zingde niet zomaar met iedereen. Nee. Nee, nee, ja. dat gaat je niet doen. Ik heb aan Misha gedacht, hoor. Dus ik dacht, zal ik dat wel eens doen? Dan ben ik een cougar, hè. Ja, in elk geval, jullie zijn nu niet alleen een koppel privé. Jullie zijn een koppel in de danswereld, maar jullie zijn ook een koppel nu op het podium. Ja, klopt. Maar even terug naar Tenerife, waar we het daarnet over hadden. Dan ben jij toch... op een bepaald moment gevraagd om cruises te gaan doen. Ja, ik heb mijn connecties uit de reissectorwereld... door in dat hotelgebeuren altijd te werken. Ja, dus die connecties waren er. Want cruises gaan doen, heel vaak zijn mensen die cruises doen... gaat dat over een aantal maanden dat je een contract gaat aangaan. We zien trouwens een foto op zo'n trap, zo'n hal. Geweldig. Glitter en glamour. Er zullen meer mensen zijn die ondertussen... want cruisen is dat in de lift, hè, tot voor het corona gebeuren. We zullen nu zien wat er gaat gebeuren, maar dat zat in de lift. Dus dat was booming business. Ja. Wij deden dat ook in freelance-stijl. Dus ze zeggen ik, want effectief zijn we nog niet actief op de cruises met als twee. Duo. Ah, ja. We zijn daar wel naartoe aan het maar werken. Maar dat kan natuurlijk toch wel een extra iets zijn. Ja. Want kijk maar naar Nicole en Hugo. Ja, zij hebben dat ook opgebouwd omdat zij samen zo sterk zijn. Ja. Ja. Ze zijn alle twee goede zangers. Ja. Maar door het feit dat zij samen op podium en jullie dansen ook... Dus het show en entertainment gehalte wat daar en de pluimen aanhangt, en al dat soort. En dat is jullie dada, hè? Dat kennen jullie als de beste. Dus veronderstel dat zo gauw de corona voorbij is... dat er waarschijnlijk wel weer zal gevaren worden. Er gaat gecruised worden. Als ik zie maatschappijen waar wij bijvoorbeeld... waar wij vervolgens voor werken, is onder andere MSC-cruises. Van nu tot 2027 staan er opnieuw 10 schepen die klaar zijn, die gaan gebouwd worden. Dus men gelooft er uiteraard in. Ja, ja. Maar nu is dit vreselijk. Dat is een van de zwaarst getroffen sectoren. In de reissector is daar nog eens die onderverdeling. Ja, en de evenementen, hè? De evenementen, ik wil niet slagen, maar de evenementen... Nee, dat is zo. Maar in de reissector gezien is de cruise-business die zo aan het exploiteren was... is nu het zwaarst geraakt. Ja, want mensen zitten op een te kleine afstand. Op een te kleine oppervlakte met 4000. Dit zijn schepen waar dat we praten over 6.000, 7.000 mensen. Hè. Dat is een heel dorp. Dat is een stad. Dat is een stad op Goed, water. We gaan weer wat muziek draaien. En we hebben nu een keuzeplaat van jullie. Omdat jullie hebben ooit Julio Iglesias live ontmoet. Ja, persoonlijk. Ja, ja. Waarschijnlijk in de Caraïben. In Las Vegas. Ja, Las Vegas. En hebben jullie gezegd, hi? Jawel, met hem in de kleedkamer en zo geweest en zo. We hebben een toffe babbel en zo gehad. Is een fantastische man. Ik bedoel, man met een carrière. Hij heeft een Nederlandse vrouw. Hè? Nu, dus, zijn laatste. Hè? Ja. Wij zijn ook regelmatig door het cruisen. Zijn wij een beetje tweede thuishaven. Is buiten het feit dat we in Tenerife wonen. En dingen, zijn we ook heel veel in Miami. Ah, want vanuit Miami vertrekken heel veel cruises. Ja. Hij woont op de Dominicaanse Republiek, maar hij heeft een huis in Miami. Zijn we ook al geweest. Ja, in de buurt van Trump, geloof ik. heb ik toch gelezen. Miami, Trump zit... ik weet het niet. Hij heeft een huis op Store Island. Een Amerikaan noemt dat wel kortbij. Ja, een Amerikaan noemt dat kortbij. Ja, maar bij ons is dat natuurlijk iets anders. Goed, Julio Iglesias met Un Canto a Galicia. Oh, geweldig. Tanto e ainda non sabes, eu quero che tanto
terra dove un paese, che ero a tua Ribeira, che me fa lembrare os teus olhos tristes, che fa me chorare. Un canto a Galicia, tanto errado meu pai, quero as tuas ribeiras que me faz lembrar os teus olhos tristes que faz me chorar. Un canto a Galicia, hey, errado meu. Tenho morrinha, tenho saudade, porque estou leixo desos teus lares. Tenho morrinha, tenho saudade, porque estou leixo desos teus lares, desos teus lares, desos teus lares. Tenho morrinha, tenho saudade, tenho morrinha, tenho saudade, porque estou leixos desos teus lares, desos teus lares, desos teus lares. Tenho morrinha, tenho saudade, un canto a Galicia, hey. Dat was de Jules. De Jules van Las Vegas. Hè. We zijn al gekomen aan het laatste gesprekje. En ik heb gezien, Phil, dat jij, en jij waarschijnlijk ook, bezig bent met streamen. Dus de eerste lockdown, daar was jij nog niet bij. Nee. Maar bij de eerste lockdown dacht jij, oh, ik moet zingen, ik moet zingen, ik moet zingen. En je bent beginnen streamen. Ja, ik ben dat in de eerste lockdown heb ik solo gedaan. Eentje hebben we als duo gedaan. Bij ons thuis nog op de terras. GSM'tje geplaatst en dat doe je dan. Want je hebt als artiest vooral de schrik om dat contact met dat publiek te kwijt te spelen. De fans vroegen er ook naar. En fans vroegen dat ook. Ja, dat was een probleem. En je voelt aan, ja oké, hier zou ik nu in een situatie gaan komen waar ik mezelf moet heruitvinden. Ja. En dat zijn we ook gaan doen. Ja. Maar vreselijk, ik haat dergelijke dingen om te doen. Dit vind ik geweldig. Ja, omdat het voor jou niet professioneel genoeg is. Ja, dat is een probleem. Dat snap ik wel. En gelukkig heb ik daar nu... wij hebben onze vaste man Mark van Welkenhuizen, waar we mee samenwerken, zijn we dat mee gaan uitbouwen. Ja. We hebben trouwens ook nog een foto met jouw vaste technieker. Ja, die
moet er ook nog ergens... Ja. Dat is Leo. Leo is onze vaste technieker, begeleider on the road. Ja. Maar we hebben dan nu iemand die ook ons clips maakt en dergelijke. En die is eigenlijk een beetje een studio gaan bouwen. En daar gebeuren nu die lives. Die heeft ook en van de nood een deugd gemaakt. Absoluut. Jullie hebben een album, je hebt het daarbij. Dat is het duettenalbum, hè? Dat is het duoalbum. De en Helemaal is... Terug is het soloalbum. Dat was al uit, daar staat de nieuwe Come On and Do It op. En hier, dit is nu het nieuwste van het nieuwe. Dit was klaar om in promo te gaan in maart. Ja. Dus het zal nu een jaar later zijn. Maar jullie gaan er nu de single van uitbrengen. Welk liedje heb je gekozen? Wij hebben voor een Valentijn-nummer gekozen. Dat is al wel achter de rug. Mooie, maar er staan een paar mooie ballads op. Dus we dachten, oké, rond Valentijn brengen we dat uit. En dat is dan mijn liefste geworden. Mm. Een romantisch nummer. Ik noem het een beetje de Romeo en Julia in het Vlaams. Hè. Absoluut. Geweldig. De mensen zullen het hier nog heel vaak te zien en te horen krijgen. Fantastisch. En ik wil jullie bedanken dat jullie hier naartoe gekomen zijn uit heel het verre Sint-Truiden. Ja. Ik hoop dat jullie, want jullie zijn ondertussen ook alweer naar Tenerife geweest. En jullie komen terug naar hier. En, het is absoluut het belangrijk. Het wij maken beroepsverplaatsingen. Dat mag, gelukkig. Want daar mag je wel optreden. Hè? Daar is het mogelijk terug. Daar zijn de cijfers goed geweest, daar zijn ze gezakt. En dus daar zijn de optredens. Ze hebben ook het voordeel tegenover België. Daar zijn de terrassen. En daar kan heel veel buiten. En het is een eiland. Het is een eiland. Het is altijd mooi weer. Dat doet veel. Dat is ons grote nadeel in België. Ja, er zijn nog wel wat nadelen, maar er zijn ook heel veel voordelen in België. Absoluut. Dank jullie wel dat jullie er waren. Veel succes met de nieuwe single. Dank je wel. En blijf fit. Blijf gezond. Gaan we doen. En blijf muziek maken. Zullen we doen. Absoluut. En u, dames en heren, u moet ook blijven kijken. Misschien volgende week. Tot dan. Het is moeilijk uit te leggen hoeveel ik om je geef. Het is moeilijk te zeggen dat ik alleen maar voor jou leef. En als ik je aankijk, ja dan gaat mijn hart steeds weer sneller slaan. Want jij en ik, ik en jij, zo hoort het toch te zijn voor altijd. Ik hou zo van jou. Jij bent waar ik voor leef, jij bent waar ik om geef, mijn liefste. Een warme deken, dat wat ik zo lang had gemist. En als ik je aankijk, ja dan gaat mijn hart steeds weer sneller slaan. Want jij en ik, ik en jij, zo hoort het toch te zijn voor altijd. Ik hou van jou. Jij bent waar ik voor leef, jij bent waar ik om geef, mijn liefste. En jij weet alles over mij. Jij breekt dwars door alles.
Mijn liefde.